I'm on my own, broken down. I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. God. Avond, welkom terug op het kanaal van Aquariums Associates Valley. Mijn naam is Dominique Maas. Met mijn kanaal is het de bedoeling om zoveel mogelijk gratis, begrijpelijke, betrouwbare, hapklare en tourpoint informatie te geven over het houden van het aquarium naar jullie toe. En we gaan het vanavond hebben in de eerste, reeks van de, of in de eerste video van de reeks filtering. Alweer een heleboel mensen die uh, er live bij zijn. Ik hoop dat de mensen een klein beetje gereageerd hebben. Oké, okay, super. Want anders zie ik geen namen staan. Nee, nog altijd niet. Er zijn 28 mensen online. En ik zie amper een naam of tien staan. Goedenavond, Koklaassen, Danny Nagel. Endless World of Kaylee. Jarre Schwartz, Kerif Aquarium Hobby. Kevin's Aquarium. Mark van Kruijsen, Lagerwee, Miranda Nagel, de vrouw van Danny Nagel. Sandra Werzweger, Tammy's Place en Yvette. Dat zie ik. Zie er net. Stefan, de ben je ook nog bijkomen. Brian Garcia, goedenavond. Uh, poef, nu komen ze plots binnen. Lukhoofd. Meno Franke ook. Redelijk wat volk aanwezig, super. Goed, filtering. Um, ga, ik denk de mensen die al een tijdje bezig zijn met het Aquarium weten dat ik over filtering, of dat eender wie, over filtering uren en dagen en uh, weken kan bezig zijn. Maar voordat we daaraan beginnen, ja, helaas mijn t-shirt hangt er niet. Maar voor de mensen die eventueel achteraf in de replay kijken of de mensen die nu live aan het kijken zijn, gelieve achteraf eens. Um, Zeker en vast mee te doen met de wedstrijd. De winstkansen zijn er nog steeds. De wedstrijd loopt tot 21 april, nog wel geteld 10 dagen. Op die zaterdagavond om 19.30 uur kom ik live en wordt de winnaar onmiddellijk bekendgemaakt. De eerste, tweede en derde prijs krijgen ofwel een hoodie van Aquarium naar keuze en eventueel zelfs op maat gemaakt. Met andere woorden, als je zelf een bepaald idee hebt, dan maak ik gewoon dat T-shirt voor jou de... of twee T-shirts naar keuze. De de 5, 6, 7, 8, 9e en 10e krijgen één t-shirt naar keuze en ook eventueel op maat gemaakt. Dus zeker niet vergeten om mee te doen. Vanavond is er uh, 1 uur livestream, dus ik ga proberen af te ronden ongeveer rond half negen. Dat is altijd moeilijk omdat de timing hangt ook een klein beetje vanaf van uh, eventuele vragen die komen en dergelijke meer. Het zal vandaag vooral gaan over de typesfiltering, de verschillen tussen de typesfiltering. Um, het klinkt heel standaard, het klinkt heel basic, maar geloof mij, dat is het allemaal uh, niet. Want de meeste mensen gaan altijd van een bepaalde veronderstelling uit. Ik ga ook nog een aantal uh, hele belangrijke tips meegeven in verband met filtering um, in de zin van de keuze van het filter en dergelijke meer. Moest het zijn, andere vragen zijn. Mijn uh, drie, mijn drie um, moderators zijn aanwezig. Staal ze gerust, ze gaan ongetwijfeld uw, uh, of hun vraag. Doorspelen moest het zijn dat ik het zelf niet zie. Ik heb niet gewerkt met de volledige slideshow-presentatie en dergelijke meer vanavond. Simpelweg omdat er eigenlijk te veel te vertellen valt en een slideshow vertraagt de boel te veel. Op het eind zal ik wel een, slide of een aantal slideshow's, een PowerPoint maken, die enkel beschikbaar is voor de Patreons, zoals gewoonlijk. Voor de mensen die niet weten wat Patreon is, hier ergens hangt boven een linkje af en toe te verschijnen in verband met de Patreon-website. Nico, een goeie avond trouwens. Ik weet niet of ik het al gezegd heb. Ik ben aan het menteren. Goed, ik ben wakker sinds half drie deze morgen, dus ja. Goed. We gaan beginnen met het begin. Je koopt een aquarium en meestal zit daar standaard een filter bij. Een intern filtertje. Hoe kleiner je aquarium, hoe kleiner het filtertje. Vaak die hele kleine filtertjes zijn een intern filtertje die uit niet veel meer bestaat dan een sponsje. En eventueel wat actieve kool of biologisch... Um, Materiaal erin. <laughs> um. Sorry als ik nu mensen hun droom doorprik, maar zo'n filtertje lijkt eigenlijk nergens op. Eigenlijk is dat niet voldoende voor geen enkel aquarium of eventueel misschien voor een paar garnaaltjes, maar dan nog: meestal zijn ze niet gemaakt op garnalenmaat, maar uh, zuigen ze de garnaaltjes simpelweg op. Lang verhaal kort. Eigenlijk zijn ze daar niet voor geschikt en mijn materiaal is weg. Daar. Eigenlijk zijn ze daar dus niet voor geschikt. Die interne filtertjes, die standaard interne filtertjes, die, uh, die hele kleine dingetjes die meekomen, zijn daar meestal niet voor geschikt. Daarnaast hebben we ook nog de, ja, ik ga het maar gewoon bij merk noemen, bij Aquatlantis krijgen we de bioboxen erbij. Die zijn een ietsje beter. Um, meestal redelijk. Um, Redelijk op punt. Enige nadeel daarin, ze werken met van die boxjes. Die boxjes zou je moeten elke x aantal tijd gaan vervangen en dergelijk meer. Dat komt één duur uit, maar twee, um, alles wat plastic is, alles wat box is, zorgt ervoor dat het geen biologisch filtermateriaal is. <coughs> Dan hebben we nog de gewone standaard klassieke potfilters. Iedereen kent ze wel een EGM, een, een JBL, een Fluval Sera. Um, en ik denk dat ik daarmee eigenlijk de, de meest gekende superfish sunsuns um, en ik denk dat ik de meest gekende merken wel opgenoemd heb dan. Die zijn voor een normaal doorsnee aquarium meer dan goed genoeg. Dan hebben we nog de sump en de bioloog. Heel vaak worden die door elkaar gebruikt, heel vaak worden die verkeerd gebruikt. Um, er wordt heel snel gezegd sump terwijl het een bioloog is. En het wordt, uh, well, er wordt zelden gezegd bioloog als het een sump is. Nu, voor de mensen die het niet weten, er zullen er ongetwijfeld een paar zijn, de meeste gaan het wel weten. Een bioloog gebruiken we bij zoetwater vooral, niet uitsluitend, maar vooral. Een uh, sump gebruiken we vooral bij zeewater. Nu, ik moet zeggen, ik heb ook al uh, heel lange tijd een sump gebruikt bij een zoetwater. Dus het kan perfect door elkaar gebruikt worden, maar ik ga je proberen aan de hand van een afbeelding te tonen wat het verschil is tussen beide. oké. Het eerste is een bioloog. We kunnen duidelijk de pijltjes volgen. Rechts komt het water binnen, gaat via de tussenschotten naar boven, gaat dan weer links onder tussen de schotten naar boven, links onder tussen de schotten naar boven en wordt dan omhoog gepompt opnieuw richting aquarium. Dat is een bioloog. Ik ga nu eerst tonen wat een sump is, zodanig dat het, tenminste als het mij lukt, nee dus, zodanig dat het uh, duidelijk is als we spreken over een sump of over een bioloog wat het verschil is. Ja, het lukt wel. Goed, in deze afbeelding komt het rechts binnen, gaat het tussen de tussenschotten omhoog. Dan zien we, we gaan eerst doorskippen naar de pijl die naar beneden gaat tussen de tussenschotten en het wordt opgevoerd. Nu in de midden zien we uh, twee pijlen. Ik heb een poging gedaan om een recyclageachtige pijltoestand te maken. Dat is het grote verschil. Als we heel goed kijken, dan zien we dat eigenlijk bij de eerste pijl die rechts naar boven gaat, dus de tweede pijl van rechts eigenlijk. Het water komt daar naar boven en zou in principe rechtstreeks links naar beneden kunnen gaan, zonder dat het door die, dat middelste vak, ah je moet kan, kan het gaan tonen met mijn muis, als ik me niet vergis. Nee, ik kan het alleen tonen met mijn muis. Dus het middelste vak is eigenlijk, of kan eigenlijk in theorie stilstand water zijn. Dat is het grote verschil. Dus we hadden bij een bioloog nergens dat stilstaande water. Het het ganse volume water werd ten allen tijde gecirculeerd. Bij een sump is dat niet zo. Dus in het middelste vak wordt het eigenlijk ja, gerecycleerd zeg maar. Nu, waarvoor dient dat? Meestal steken ze daar bijvoorbeeld eiwitschuim, eiwitafschuimers in. Nu, waarom zeg ik dat we dat eigenlijk ook wel kunnen gaan gebruiken bij een zoetwater aquarium? het middelste vak kunnen we bijvoorbeeld een bewegend bed gaan maken. Wat is een bewegend bed? Het woord zegt hetzelfde, het beweegt en een bed is het niet. Uh, we kunnen daar bijvoorbeeld Coldness K1, van die plastic-achtige dingetjes, gaan uh, in doen, samen met een bruisteen of met een uh, opvoerpompje, een stromingspompje. En op die manier zal het eigenlijk continu gaan bewegen. Als het continu beweegt, zal het ervoor zorgen dat het ook voldoende circulatie heeft en er heel, heel zeker. Een hele goede filtering plaatsvindt. Beweging Bed is eigenlijk een van de betere soorten filtering, mijn zin ziens, die er bestaat. Dat konden we dus in de bioloog niet doen. We kunnen het wel doen, maar het is anders. Er circuleert altijd water. Dus heel belangrijk dat we dat even weten op voorhand: dat is een bioloog als het niet stijl staat. En als het op manier van spreken, en als het wel kan stilstaan, dan spreken we over een SUM. Even kijken wat er tot hier al vragen zijn. Denk er bijna niet. Pisa, ja, graag. Ik heb heel veel honger. Goedenavond, Chantal de Chris Hermans, goeie avond. Glenn avond, heel goede avond. Dennis Lauwers is er ook terug van Londen. Een goede avond. Hoe bedoel je, Kaylee, zo te zien? Of had je u ook vergist in sump en bioloog? Heel veel mensen vergissen erin. Echt enorm veel mensen vergissen zich in het verschil tussen een sump en een bioloog. Welke de beste is, hangt volledig af van wat je ermee wilt bereiken. Wil je die bewegen met, dan zou ik eerder richting sump gaan. Um, heb je heel veel heaters bijvoorbeeld, dan kan je eventueel met de sump werken. Alhoewel, meestal samen met de um, opvoerpomp de gieters um, liggen, wil je een eiwitafschuimer wat in principe in theorie ook zou kunnen op een um, zoetwaterbak dan kan je dat gaan doen. Wil je daar een uh, extra nitraat gaan steken kan dat in principe um, en dat soort dingen meer. <laughs> Chris Herman stelt een hele gevaarlijke vraag Goed, dus dat waren de verschillen. Ik ga er eh, dadelijk wel, en als ik het niet doe, help het mij onthouden, maar ik ga er dadelijk wel op terugkomen, Chris Hermans. Um, dus ik wil eerst even gaan duiden wat de verschillen zijn. Yvette, ook daarop ga ik terugkomen, um, want daar is er ook een, een serieuze misvatting op dat vlak bij een bioloog. Stefan de Beien, waarom zou je een eiwit afschuimen op een zoetwateraquarium gebruiken? Um, goeie vraag. Er zijn mensen die het gebruiken en die er zweren. Ik persoonlijk heb niet het. Heb het ook geprobeerd. Ik heb er uh, in een zoetwaterbak niet de minste gevolgen of positieve gevolgen van gehad. Nu, wat is er specifiek aan een eiwitafschuimer? Meestal werken ze of vaak werken ze door middel van luchtbellen. Die luchtbellen gaan eigenlijk uh, het eiwit gaan afscheiden en de proteïnes en de, dat soort dingen gaan afscheiden van uw water. Het enige nadeel is, en voor de mensen die dat niet weten, ga jullie nog iets bijleren vanavond. In een zeewateraquarium zal een bruisteen, een en dezelfde bruisteen als in een zoetwateraquarium, in een zeewateraquarium zal het veel fijnere luchtbellen geven. Dus in een zeewaterbak zijn de luchtbellen van een bruisteen veel fijner dan van dezelfde bruisteen in een zoetwaterbak. Hoe kleiner de belletjes, hoe beter een eiwitafschuimer werd. En misschien was het daarom dat het bij mij gewoon niet goed werkte, omdat de luchtbellen veel te groot waren. K-Reef, uh, nee, inderdaad. Of k inderdaad. Nee, het schuimt niet zo hard. En uh, dat was uh, eigenlijk net wat ik aan het vertellen was. Het schuimt in een zoetwaterbak veel meer simpelweg, omdat door je zoutgehalte je luchtbellen veel kleiner zijn. Um, en daardoor, doordat die luchtbellen veel kleiner zijn, heb je veel gemakkelijker schuim. Goed, dus die interne filtertjes hadden we het over. Mensen, als je een, een, een nanobakje bijvoorbeeld koopt een, als ik ga het misschien nog een keer heel kort zeggen als speciaalbak, ik ben ervan overtuigd dat een nanobak enkel en alleen een speciaalbak is een beginner moet beginnen met een meter of zoiets dergelijks, maar uh, hoe groter hoe beter nu een nanobak, als je daarmee begint het eerste wat je moet doen is dat filter daaruit halen en de prullenbak opentrekken en erin kieperen Chris Hermans is gevaarlijk, geen idee waarom het nut van een eiwitafschumer het gaan afscheiden, onder andere van eiwitten. Het is echt een soort, um, hoe moet je dat gaan zeggen. Het is bepaalde stoffen uit je water gaan halen door, um, door te gaan werken met circulatie en met luchtbellen en dergelijke meer. Als je dat schuim dan uh, zo gaan bekijken, zitten daar vooral veel, het woord het zelf, eiwitten in. Um, in zoetwater hebben we dat niet zo erg van doen, behalve misschien een heel druk bezette bakken of uh, opgroeibakken. Bij discus heb ik het geprobeerd, waarom? Omdat je daar bizar veel uh, voert en dat het water heel snel achteruit gaat qua kwaliteit. Dus daar kan het handig zijn: een standaard aquariaan, zoetwater aquariaan, heeft geen eiwitafschuimer uh, nodig. En ik ken zelfs een aantal uh, zoutwater-eigenaars die het ook niet gebruiken. Of het goed is of niet, ik ken te weinig van zoutwater om daarop te antwoorden. En ik denk dat iemand, bijvoorbeeld als K reef Aquarium Hobby, daar veel beter kan op antwoorden dan ik. Of misschien moeten we het gewoon uh, ooit nog eens vragen als hij nog eens passeert aan. Um, in een van Veldheuzen. Ik kon op zijn naam niet komen, dus die interne filtertjes eigenlijk nagenoeg nutloos en als je ze dan toch per se wat gebruiken probeer dan zoveel mogelijk die spons eruit te krijgen en ga het gaan vervangen door een biologisch filtermedium. Biologisch filtermedium ga ik nu al zeggen, want dat komt terug in elk soort filtering. We hebben een mechanisch filtermedium. Um, mechanisch filtermedium wil zeggen sponsen wat een um, 7 bij 5. Um, dat is eigenlijk om op een mechanische manier het grootste vuil eruit te gaan halen. Biologische filtering is er voor, um, of dient... Om onze afvalstoffen van onze vissen, dus ammonia, te gaan omzetten naar nitriet naar nitraat. Dat is een biologisch filtermedium, eigenschap van een biologisch filtermedium. Hoe poreuzer het is, hoe meer bacteriën oppervlak, hoe meer bacteriën, hoe beter het allemaal gaat werken. Dus dat is biologisch. Bij voorkeur sponsen. Mechanisch filtermedium, er zoveel mogelijk uit vervangen door biologisch filtermedium, want die hebben we nodig om onze waterkwaliteit te gaan garanderen. Kees Coenraad, die klopt. Bij kooivijvers durven ze ook wel eens werken met EBIT en ook daar heb ik al van minder kooiliefhebber gehoord dat het eigenlijk twijfelachtig is of het werkt. Het is e <coughs> er zijn heel veel pro's en contras op dat vlak, ik kan wel zo zeggen. Uh, Sanderose het voordeel van het stijlstaanstuk is bijvoorbeeld bij een sump om uh, eiwitafschuimers in te steken. Of een bewegend bed bij zoet Dus voordeel, ik zou het geen voordeel noemen, het is gewoon een, een andere manier. Een andere manier. Whoops, ik ben er met een boel aan het afbreken. Goed, dan komen we bij de interne filtersgenre, die van Jewel, genre die van dus de, de bioboxen van Aquatlantis. Zoals al gezegd op zich um, redelijk oké. Okay. Ik snap tot op vandaag nog steeds het uh, jewel filter niet. Ze gaan eigenlijk op twee plaatsen water gaan aanzuigen en het ene gaan ze enkel door het mechanische sturen en het andere enkel door het um, biologische. Wat vind ik daar heel bizar aan? Ik ben van mening dat uw water gewoon door alles moet stromen. Hoe meer filtermassa het passeert, hoe uh, groter de kans dat het snel, gepasse, uh, uh, snel gefilterd wordt. Nu, er is daar ook een maar aan. Maar ik ga eerst even kijken, want er komt er weer van alles en nog oh, wat binnen van vragen. Ah. Tammy's Place zegt in een 20 liter aquarium met garnalen een intern filtertje met superax en een laagje watten, ideaal. Je hebt gezorgd voor biologisch filtermateriaal, um, voor garnalen mag het ook allemaal niet te, te veel gaan zijn. Dus ideaal, denk ik, in een garnalenbakje. Wel, Sander, het staat daar niet stil, maar het zou daar in theorie kunnen uh, stilstaan. Dus die ijswijdige afschuimer gaat eigenlijk gaan zorgen voor je circulatie. Of in een bewegend bed zal dat gebeuren door een luchtpomp of een stromingspomp. Um, Werner, de Jewel BioFlow mandjes kun je openbreken en in je eigen spullen erin stoppen, een stuk goedkoper. Um, ja Werner, maar dan ben je nog altijd niet ideaal bezig. Ideaal is gewoon, haal die ganse zooi eruit, inclusief de mandjes en stop er rechtstreeks je watten en je filtermateriaal in. Bardaham Stef, mening over Hydra 1800. Ik ga mijn mening geven in het algemeen over Hydra. Ik heb het ergens in een livestream gedaan. Het is de, um... Ik heb er hele slechte ervaring mee. Hele slechte. Ik ga het daarbij samenvatten, maar ik ga niet opnieuw dat half uur gaan doen. Ik blijf maar ongeveer een uurtje online vandaag. Woops, 44 kijkers. Super. Waar valt een drukfilter onder? Um... Eigenlijk onder een potfilter. Eigenlijk mag je die gewoon onder een, een potfilter doen. Goed, dus de interne filtertjes. Meestal noem ik het, um, mijn excuses voor de mensen die een Jewel filter hebben, ik gebruik daar een woordspeling. Ik noem het een Gruwelfilter. Nu, het is geen Gruwel. Het is allemaal niet zo ernstig, maar ik gebruik ze gewoon absoluut niet graag. Simpelweg omdat ze één, maar de helft van het filtermateriaal passeren, en twee, ik vind uh, interne filters zo'n eeuwig geklungel. Um, zelfs als je de moeite doet om eerst je pomp af te leggen voordat je onderhoud doet aan je filter, dan nog heb je altijd een hoop smeerlapperij in je aquarium uh, en dat soort dingen meer. Ik noem ze gruwelfilters nogmaals, het is, het is daarom geen gruwel. Het, het zijn filters die wel hun werk doen, maar het kan uh, mijns inziens veel efficiënter. Jarno, ik, uh, ik ga nog terugkomen ook op uw vraag um, voor een discus aquarium. Dan hebben we nog de potfilter, de potfilter kent iedereen wel, extern filtertje, gaat met twee leidingen in de richting uw aquarium, het water wordt aangezogen, volledig passeert door een volledig pot of een, door een volledig uh, vat en wordt dan teruggepompt in uw aquarium en op die manier wordt uw water dus gefilterd en daar kan je ook gaan kiezen of je het eerst mechanisch gaat filteren dan biologisch gaat filteren. Klein bruineel, als ik het, ik ga u, als ik uw vraag lees, weet iemand hoe ik de probleem oplos met mijn sponsfilter waar de belletjes uit komen en, en als ze dan kapot spatten blijft het water op mijn deksel komen en springt het water dus veel te hoog. Ik kan natuurlijk, jouw specifieke situatie kan ik nu op dit ogenblik niet zien, maar als u uw luchtbellen echt extreem open spatten, is dat veelal omdat er uh, te veel bacteriën aanwezig zijn in uw aquarium. Hoe kan je dat gaan weten? Gewoon even gaan kijken. Als uw luchtbel uh, meer dan drie seconden op uw wateroppervlak blijft liggen, dan is de kans groot dat uw bacteriedruk te hoog is. Ik zou zeggen, bekijk het een keer, film het, uh, stuur het mij dus noods uh, door via um, Facebook, heb mijn Facebook, stuur het mij dus noods door, maar meestal, als we echt heel veel opspattend water zien, is het omwille van een te hoge bacteriedruk. Oeh, mensen, ik kan jullie vragen en amper volgen. Tammy Wetsels, wat kun je doen om die andere helft van gruwel, jewel, wel te voorzien van materiaal? Um, ik zou zeggen gewoon alles eruit kegelen en uh, voldoen met Ciporax. Mijns inziens is uh, enkel Ciporax voldoende. Er hoeft zelfs geen watten in te zetten. Ik heb uh, jaar en dag enkel en alleen Ciporax gebruikt zonder watten. Er was geen beetje zweefalg te zien. Het enige wat ik wel had was um, dat ik iets sneller onderhoud moest doen aan mijn Cyporax. En iets bedoel ik dan één keer per jaar of zo. Chris Hermans, hier kan je helaas geen foto uploaden. Jarre Schwartz, moet je van een extern filter de slangen schoonmaken? Zo ja, hoe vaak en hoe? Ja, je moet ze schoonmaken. Hoe vaak hangt het volledig af van jouw uh, eigen situatie van jouw aquarium. Ik geef als, altijd als advies 3 tot 6 maanden en ten laatste binnen de 6 maanden. Hoe doe je dat? Er bestaan speciale um, veren met aan beide zijden een uh, borstel. De ene borstel voor de 19 mm uh, slangen, de andere borstel voor de 16 mm uh, slangen. Of kleiner of groter. Kost. Twee niks en al, zeker niet als je gaat kijken ergens in een of ander, uh, op een of andere Chinese site zonder namen te noemen. Sander Rose, hoe efficiënt is Argex kleekorros als biologisch materiaal? Het is poreus. Het is zeker niet even efficiënt als bijvoorbeeld een siporax. Uh, Je zal meer liters moeten gebruiken dan uh, pakweg-siporax. Maar het werkt, zeker als biologisch materiaal. Alles wat een poreus oppervlak heeft. Dus zand, filterzand, het komt ergens van natuurlijk, wordt gebruikt in uh, zwembadfilters. Uh, Ik ben aan het denken aan een, nog voorbeelden, lavasteen, kiezel, uh, noem maar op. Gewoon. Eigenlijk alles wat... Um, Poreus is, kan gebruikt worden als filtermateriaal. Dennis Lowers, wat vind ik van een extern filter met ingebouwde verwarming? Um, hangt er vanaf hoe die ingebouwd is. Als je die zelf kan uithalen en zelf kan vervangen, is het op zich een goed systeem. Als je het niet zelf kan, als je elke keer bij manier van spreken bijna een technieker nodig hebt, of uh, een nieuw filter moet kopen omdat je heater stuk is, dan is het iets minder. Ik persoonlijk probeer altijd in te nemen waar het niet in zit. Simpelweg omdat ik wil kunnen zien of mijn heaters constant branden of niet meer branden. Als het in je um, filter zit, dan heb je geen flauw idee of ze effectief aan het verwarmen zijn of niet. Maar dat is... Een persoonlijke mening op zich um, kan je het perfect gaan doen. Nico Tuze. Uh, ik zit ook wel eens te denken: vroeger hadden we altijd actief kool in de buitenfilter en nu is het uh, alleen nog maar een medic om medicijnen uit het aquarium te halen. Klopt absoluut, Nico. Um, actieve kool hoort enkel en alleen in uw filter thuis. Op het ogenblik dat het. Um, nodig is, dus na medicatiebehandeling bijvoorbeeld. Behalve, en dat is een grote maar, het is niet dat het niet in uw filter mag zitten, maar actieve kool neemt plaats in van biologisch materiaal. Oké, okay, het heeft ook een bepaalde porositeit en het heeft een heel klein beetje biologische waarde, maar elk millimetertje plaats dat je kan gebruiken om biologisch materiaal in te steken, gebruik het. Heb je dan nog overschot, bijvoorbeeld bij biologen en sumpen heb je meestal nog overschot, dan kan je nog altijd opteren om actieve kool te gaan gebruiken. Doe je dat, hou er dan wel rekening mee dat medicijnen er altijd uitgaan. Um, plantenvoeding wordt er uitgefilterd en dat soort dingen meer. Um, actieve kool heeft vrij veel nadelen. Zo had ik ooit een bioloog... En in het heetst van de strijd, ik kwam thuis, ik zag een ferme bacteriële infectie. Medicatie toegepast, de dag erop was de medicatie weg. Ik heb één dag tijd verloren, want ik was het simpelweg vergeten dat er actieve kool in mijn filter zat. Dus als je zeker bent dat je het nooit gaat vergeten en je hebt plaats te veel en overschot, dan kan je altijd actieve kool gebruiken. Het is niet dat het, een, uh, dat het dodelijk is voor je aquarium om te gebruiken, maar het is gewoon. Het is weinig nuttig. Jezus, de vragen. Oh, ik ga zelfs nooit kunnen vertellen wat ik te vertellen had vandaag. En dus wel. wat bedoel je met die losspringen in je gezicht? Geen flow idee. Hoe vaak moet je gewoonlijk onderhoud doen aan een filter uitspoelen van watten en siporax? Um, watten, wekelijks, siporax, zelden. Zeer zelden. Hoe vaak moet je siporax vervangen? Elke 15 jaar. Niki, een goede avond. Sven, goede avond. Um, damn, crap. 44. Uh, het tempo van uh, chatten gaat vrij vlug. Watten in de sump, elke drie dagen moet je echt gaan kijken. Uw watten zijn nodig te vervangen wanneer ze echt smerig worden. Maar dat is natuurlijk maar een half antwoord, maar uiteindelijk is het wel zo. Superax vind ik ook uh, afbleven om heel persoonlijk te zijn. Um, Tammy's Place, actieve kool, laat ook de stoffen weer los als het is uitgewerkt. Goh, in extremis, standaard gebeurt het niet, hoewel dat ook wel weer veel verteld wordt. Werner, gewoon uw corridoras laten zetten. Ze zitten daar goed in hun bioloog. Ze hebben heel veel voer daar. Uh, ze worden uh, gerustgelaten door prooien en dat soort dingen meer. Gewoon laten zitten. Kan je die kool naderhand bewaren? Ja, absoluut. Uh, gewoon droogleggen en laat maar uitdrogen. Oké, okay, Sander Roze. Jij uh, stelt een vraag die ik eigenlijk net ging beantwoorden. Omdat ik aan bioloog toekwam. Ik ga misschien daar ook uh, eerst wel even mee verder doen, als het uh, niet erg is. Nadat ik uh, een goede avond gezegd heb tegen Johan van Weeren. Sander Roze vraagt, kan je niet te veel biologisch materiaal hebben? Ik heb je eens gehoord dat je bak maar een aantal bacteriën kan voorzien? Dus alles boven dat max is dan eigenlijk nutloos of niet? Ja. Een filter... We horen heel veel mensen zeggen van, een filter kan nooit te groot zijn. Fout. Een filter kan wel degelijk te groot zijn. Je kan het gaan vergelijken met... Um, het is misschien een klein beetje scheef vergelijk, maar ik denk dat je er uiteindelijk wel zelf uh, brains genoeg voor zult hebben om het uh, te gaan linken met elkaar. Je kan voor vijf guppies, één kilo voer in jouw bak gooien. Het is gewoon te veel. Dus met andere woorden, daar gaan we um, bij bacteriën exact hetzelfde hebben. Als je tien vissen hebt, die één miljoen deeltjes afval per dag maken, is het zinloos om 10 miljoen te kunnen verwerken. Uiteindelijk gaan er maar bacteriën zijn naar de vervuiling. Dus met andere woorden, um, het is niet zo dat de bacteriën zich automatisch gaan vermenigvuldigen tot als je 10 keer zoveel vis zou kunnen steken in theorie. Simpelweg omdat ze geen voeding hebben. Bacteriën die geen voeding hebben, gaan niet verder kweken. Niet verder kweken wil zeggen dat het gewoon blijft op zijn maximum draaien. Het enige voordeel van een iets groter filter te gaan nemen, is simpelweg dat je um, eventueel wel wat vissen zou kunnen bijplaatsen, zonder daar keihard te, keihard te worden voor afgestraft. Dus een filter kan wel degelijk te groot zijn. Het is heel belangrijk om dat te weten. Nu, de vraag is dan, um, wat is nuttig? Is het Nuttig om uw filter te gaan berekenen op uw bezetting? Ja. Kunnen we dat berekenen? Ja, maar heel moeilijk. En de meeste mensen gaan het niet kunnen berekenen. Ik ook niet trouwens. Dus dan ben ik van principe liever wat reserve. Ik geef als voorbeeld, stel we hebben 5 liter syporax zitten en er kan maar 4 liter van die syporax gaan bezet worden door bacteriën. Ja, dan heb ik liever die 1 liter die in reserve ligt. Je weet maar nooit dat het eens nodig wordt. Dan dat ik 1 liter tekort heb. Jurre Schwartz heeft borstels besteld via een niet nader te noemen Chinees bedrijf. Hoe actieve kolen in een bioloog plaatsen is een kous met hoeveelheid genoeg of moet het de hele onderkant uh, afdekken? Werner, het is volledig afhankelijk van wat je wilt bereiken. Hoe meer kolen erin zit, hoe beter. Het enige wat je moet zorgen is dat er stroming doorkomt. Dus als je het voorbeeld van de sump hebt en het middelste vakje daar... Mm... In het middelste vakje, uh, uw kool leggen met een extra stoomingspomp. Of in het geval van een bioloog, kan je het in één van de vakken leggen. En in principe is er voldoende circulatie. Zelfs als het niet um, helemaal volledig erdoor gaat. Jaco. Goedenavond, ik heb een potfilter. Kan je daar een biologisch filter tussen zetten? Jaco, een biologisch filter wil eigenlijk gewoon zeggen dat u... Uh, dat was even bij de hand. Wil eigenlijk enkel zeggen dat er biologisch materiaal in zit. Dus met andere woorden, simpelweg in jouw potfilter steek er een biologisch materiaal. Siporax, um, uh, die ballen van JBL, die ballen van uh, Eheim, uh, lava, eender wat. Steek er iets biologisch in en dan uh, heb je eigenlijk een uh, biologisch filter. Jarno lang kan je actieve kool gebruiken uh, net zolang of dat die uitgewerkt is? Ik weet het, een heel dom antwoord, een heel dwaas, vervelend antwoord, maar het is wel eenmaal zo. Als je net medicijnen hebt toegepast in een 500 liter aquarium en je doet daar 1 litertje actieve kool in, dan zal dat vrij snel uitgewerkt zijn. Veel sneller dan wanneer je bijvoorbeeld een 50 liter aquarium hebt, die geen medicatie heeft gehad en waar je 5 liter kool in legt. Dus het is echt wel afhankelijk. Hoe kan je het gaan meten? Um, meestal is het zo dat je water minder helder zal zijn. Actieve kool heeft de goede eigenschap om je water helder te maken. Wanneer die uitgewerkt is, zal het minder helder worden. Nu, standaard zou ik zeggen, uh, ga het heel geregeld gaan vervangen nog voordat het verzadigd raakt. Mark zegt, een beetje overcapaciteit is nooit weg. Nee, klopt. Maar het is ook wel zinloos om het dubbel of het driedubbel te gaan hebben van uw filtering. Ik geef als voorbeeld stel dat je zeven discus hebt in een 500 liter aquarium. En je zet daar een 500 liter bioloog tot een nok toe gevuld met Cyporax onder. Dat is overkill. Zonde van uw geld. Gaat liever gaan besteden in, in, in dingen die goed en nuttig zijn voor uw vissen dan te gaan steken in compleet nutteloze Cyporax. Een beetje extra, laten we zeggen 20% overschot in uw, in uw biologisch filtermassa, ja oké. Okay. Maar je moet niet gaan verdubbelen. Dat is compleet zinloos en eigenlijk gewoon uh, verspilling van centen. Stefan de Beide, dus als ik het goed begreep, kan ik best elke week mijn potfilter openen voor de watten schoon te maken en te vervangen? Persoonlijk zou ik dat doen, ja. Sowieso, elke week, ongeacht de stroming. We horen heel vaak zeggen van, wacht tot als je stroming vermindert, dan vind ik het al te laat. Ah. Sander is het nuttig om een te voorzien bij uh, onderdoorgangen voor het water? Ja, ja. Die staan er inderdaad niet op... Um op de afbeelding, wat bedoelt Sander? We zien, we gaan nu zeggen, de linkse twee, dat tussenschot, dat linkse tussenschot. Dus dat is een plaat die tegen de grond hangt en een plaat die een beetje van de grond uh, staat. Het is nuttig om een uh, onderplaat te gaan voorzien die gelijk komt met de onderkant van het zwevende glas, zeg maar. Waarom? Op die manier kan je filtermateriaal niet van de ene kant naar de andere kant gaan. Wel zal vuil zich daarin opstapelen en dan kan je gewoon bij het afgevelen in het tussenschot, het vuil van de bioloog gaan wegzuigen. Dus het is zeker en vast nuttig. Ik heb er geen foto van gevonden, anders had ik die zeker genomen. Um, ik had ook geen foto meer staan van mijn eigen aquarium, jammer genoeg. Maar dat uh, begint de gewoonte te worden. Beste mensen, um, het is de allereerste keer dat ik, uh, denk ik, nee, het is niet waar, het is de tweede keer dat ik boven de 50 kijkers tegelijk ga. juppie -jy. Ja, co ik heb al poreuze pijpjes inzetten, Dat is dus genoeg. In principe is dat voldoende om een biologisch filter te, gaan, te hebben. Wil cohaanstra haanstra regelmatig een kamlaag op je bioloog? Dat is omdat er veel bacteriën sterven. Dat is hoogstwaarschijnlijk omdat je filter ofwel te zwaar belast is ofwel onderbelast is. Eén van beide. Giscère en ik een goede avond kan syporax vervangen worden door lavasteen, is ook zeep poreus. Ja, maar lavasteen is minder poreus dan syporax. Um, dan zijn de absolute voorstanders van um, lava, zeggen dan um, het heeft een, een, een kern waar een proces plaatsvindt, um, ja, maar dat is niet van toepassing bij aquarium te zee we meer dan 100 liter uh, leggen hebben bijvoorbeeld. Dus dat zou ik niet gaan doen. Eigenlijk zijn we al de, de komende livestreams aan het, uh, aan het overlopen, maar goed, het zij zo. Dan kunnen we gewoon morgen verder gaan eigenlijk op vandaag. En zoals Jeffrey van Hees ook zegt, Lavastin valt langzaam uit elkaar. Nu Syparax ook langzaam, maar we zijn dan bezig voor 15 jaar. Chris Hermans. Um... Geen flow idee wat je bedoelt. Probeer je vraag te begrijpen, maar. Sorry, ik kom er niet aan uit. Touch. Aquarist Thomas, goeie avond. The B-side DJ, goeie avond. Glenn Bruneel, wat vind ik van planten uh, in het filter? Uh, kan handig zijn. Het enige nadeel is van planten en het enige nadeel van planten in uw filter, wel zeggen dat je moet verlichting steken boven uw filter. Als je moet verlichting steken boven uw filter, is dat nadelig voor je bacteriën. Bacteriën houden niet van verlichting. Dus ja, als je het licht volledig kunt afschermen en enkel en alleen aan de planten geven. De BSA DJ vraagt dan Dutch aquarist of dat hij zal proberen om um, blackwormen te kweken. Uh, ik heb de video gezien, Dutch. Um, en ja, ik heb vroeger geprobeerd om blackwormen te kweken. Dat lukt, maar bizar traag. Dus ik wens je heel veel succes. Yvette, lava veel in filters zie ik. Ja, klopt absoluut. Waarom? Omdat ze daarom echt de grote volumes kunnen doen. Uh, ik heb hier zelf buiten een IBC vat gevuld met lava staan. 1000 liter lava, met andere woorden. Dat is echt volume. Op die manier kan je wel iets gaan breken, meer dan met Cyporax. In onze aquariumfilters is dat veel minder van toepassing. En het vliegt er weer naar beneden. Het is van de bij, als ik normaal twee maal per week mijn water ververs en in één week elke dag zou gaan verversen en daarna weer naar twee maal, kan dat kwaad? Kijk naar je waterwaarde. Als je mijn video gezien hebt over het samenstellen van een uh, verversingsschema, dan kan je daar eigenlijk je antwoord uit afleiden. Misschien is het zelfs niet nodig om twee keer per week je water te verversen. Het is altijd handig, maar misschien is het niet nodig. Dus ik zou zeggen, zeker en vast gaan kijken naar die video. Stel een verversingsschema op en kijk dan of het eventueel kan met minder, zelfs al is het maar tijdelijk. Nu, natuurlijk, als je twee weken op vakantie gaat, ja, ververs dan niet. Ze gaan ook niet doodvallen van één keer een verversing of twee keer een verversing te gaan rateren. Desalniettemin um, moet je dan gaan anticiperen. Op voorhand extra waterwissels, achteraf extra waterwissels. Dus het kan in principe perfect. Oké, okay, de gekleurde sponsen van uh, Jewel waren het die, waar Chris over bezig was. Um, ik zou die sponsen, sponsen begrijp me niet verkeerd, sponsen zijn heel goed. Dit is mijn favoriete filtertje, een sponsfiltertje. Dat is mijn favoriete filtertje in kweekbakken en dergelijke meer. Maar persoonlijk zijn ze gewoon compleet, compleet onpraktisch en uh, interne filtertjes. Ze houden veel te veel vuil vast. Als je dan uh, ze wilt gaan reinigen, dan is het een ganse smerige troep en gans uw aquarium heel veel zweefvel en, en dat soort dingen meer. Um, dus ik ben voorstander van spons, maar niet in een intern filter. En eigenlijk zelfs niet in een potfilter. De b said dj, um, af en toe de schaar zetten in de blackworms. Um, gezien het regeneratief vermogen, uh, ja, als je dat wilt doen, dan kun je dat doen, ja. Ik weet niet, is het beeld vrij troebel? Frederik zegt is het alleen bij mij dat het beeld vrij troebel is. Uh, ik moet zeggen, op mijn gsm staat hij op 480p. Op 480, sorry. Um, wat vrij weinig is en het ziet er redelijk scherp uit. Dus ik weet niet of dat um, Frederik de enige is. Klein Bruneel, ammoniak toevoegen aan je water om je, filter, om je bacteriecultuur en je filter te kickstarten. Ja, klopt. Opletten met um, de hoeveelheden. Ik heb een video bij uh, de reeks Hoe een aquarium starten, waarin ik het uitleg hoeveel je mag gebruiken. Dat is echt bizar weinig. Dus zeker eerst kijken naar die video en dan pas beginnen met ammoniak kappen, mensen. En als het niet nodig is, doe het gewoon niet. Chris, ik zou de sponsen eruit doen en biologisch materiaal in de plaats steken. <coughs> Kayleigh, hamburg matte filter ben ik nog niet toegekomen, want ik krijg gewoon veel te veel vragen. Dus het zal ergens voor morgen zijn of zo. Stefan de Bij, ik had namelijk begrepen: als je meer water verwerft, dan groeien de discussen beter, beter sneller. Ja, fabeltje, absoluut. Um, je moet gaan kijken hoe het precies zit in jouw water. Als je nitraat na een week nog maar altijd 5 is. Als er, um... Ik ga het anders zeggen. Um, discussen veel verversen, dan ze sneller groeien. Ik hield meestal ongeveer 100 jongen op een 200 liter aquarium. Oké, okay, in een systeem van 1000 liter. Maar goed, uh, maar als je 100 jongen in een uh, 200 liter aquarium houdt, is het logisch dat je constant heel veel moet gaan verversen. Terwijl als je 7 volwassen discus in 700 liter steekt, is het nutloos om daar heel veel te gaan verversen. Het enige wat je dan doet, is een slaaf worden van je eigen aquarium. Het is dus zinloos om te veel te gaan verversen, want je kan wel degelijk te veel verversen. Als er 0 nitraat is, des te beter, heel goed, je vis en je gaat heel snel groeien, maar je moet geen slaaf worden van je aquarium. Yvette, Hammergemattum, filter lijkt mij ook wel wat voor uh, tropisch, absoluut. We gaan het er, aangezien het al acht uur kwart is, morgen over hebben. Scherp beeld, slecht beeld. Uh, mensen, je moet moeten kijken voor je kwaliteit in te stellen. Normaal gezien kan, te, kan de kwaliteit ingesteld worden op 1080p. Dan zou het moeten haarscherp zijn. Ik heb het hier op 480 en het is gewoon haarscherp. Glenn Bruneel komt er in deel 2 hiervan, ja, en nog in deel 3 hoogstwaarschijnlijk ook, en zeker aan het tempo dat de vragen komen. Nu, ik heb het graag, laat die vragen komen, want een, de dingen die ik hier zie passeren zijn er ook heel veel misverstanden. We mogen dat niet vergeten. Er zijn heel veel mensen die um, complete misverstanden hebben, zoals bijvoorbeeld een filter kan nooit te groot zijn. Ja, ik kan absoluut te groot zijn. Dus, ik, <tus> Dat soort vragen zijn uh, heel leuk. Ik wou normaal gezien een pak meer uitleg geven, want ik moet niet vergeten, mensen. Uh, aan het tempo dat ik momenteel aan het werken ben, kan ik echt niet vanavond tot 11 uur bezig zijn, want anders morgen om half drie is mijn wekker ben ik compleet kapot. Um, maar normaal gezien is het de bedoeling om morgen donderdag ook uh, live te gaan. En dan zaterdag eventueel zelfs nog eens live te gaan over filtering met nog een heleboel vragen ongetwijfeld. Dus met andere woorden, ja, er komt zeker nog een deel 2. Jacco, ik heb een GBL 1502 of een 1502 filter. Ik heb geen last van troebelwater, want mijn filterkop heeft een waterslot. Dus het water kan niet terug in het aquarium. Uh. Ja, je bedoelt bij het, bij het wisselen van uw sponsen? Ja, nee, absoluut niet. Daarom zeg ik ook dat ik eigenlijk geen voorstander ben van een intern filter, maar veel eerder van een potfilter. Zeker als je al kijkt dat potfilters de dag vandaag ook gemaakt worden, ongeveer op maat van een intern filter. Met andere woorden, elk intern filter kan je in principe vlekkeloos gaan vervangen door een potfilter. Er zijn mensen die, anti, uh, of die uh, een beetje weigerachtig zijn ten opzichte van een potfilter. Ik noem één voorbeeld, Menno Lagerwee. Uh, beheerder of moderator hier in uh, de chatbox en iedereen kent ongetwijfeld wel Menno. En als je hem niet kent, ik heb een video over Menno uh, zijn aquarium. Menno zit daar de rolstoel. Voor hem zou het een, een gigantisch fiasco zijn moest er plots beginnen water lekken. Bij een potfilter is dat risico sowieso groter dan bij een intern filter. Een intern filter mag lekken, hij gaat geen water op de vloer hebben. In zijn geval is hij redelijk weigerachtig ten opzichte van een uh, potfilter, hoewel hij nu ook één gekocht heeft, maar hij is redelijk weigerachtig um, tegenover een uh, potfilter omwille van die redenen. En dan kan ik het begrijpen. Maar standaard. Ben ik van mening <coughs> dat je perfect kunt um, elk interne filter vervangen door een potfilter en op die manier ook een veel betere um, filtering gaan voorzien. Thumb is Place, wanneer komt de video van de vijverfilter? Uh, van zodra het vij de... De vijver goed draait. Dus nu is hij volledig in de alg aan het gaan. Het filter is nog niet lang opgestart, ik denk een week of drie zeker maximaal. Volledig in de alg aan het gaan. Als het is zoals vorig jaar, dan geef ik hem nog maximaal twee weken en is hij glashelder. Pas dan ga ik er een video over maken. Ik heb wel al beelden trouwens, maar de compilatievideo voor filtering, tijdens of begin van de filtering, tijdens de opstart opnieuw van de filter, want mijn filters worden uitgeschakeld van mijn vijver, en dan na. In dit geval dus ongeveer anderhalve maand. Um, Rutger, um, Rutger Wentink, hoe kan een filter te groot zijn? Uh, go, Rutger, ik zou zeggen, ga ik keer gaan terugkijken, ik heb het er net al over gehad. Um, ga zeker gaan terugkijken, want het is zo dat een filter eigenlijk, of dat de bacteriën eigenlijk maar gaan aangroeien naarmate er... Vervuiling is. Even kort door de wacht. Chantal zegt: betreft het een druppeltest? Geen idee, Chantal, waarover je het hebt. Jaco, een, uh, bij een meter 60 bak heeft een intern filter geen nut. Nee, weet ik. Maar zelfs bij meter 60 bakken wordt er vaak een intern filter bij uh, verkocht. Um, ja. De 2 meter niet van Aquatlantis, maar bij een meter 50 bijvoorbeeld van Aquatlantis krijg je standaard de biobox erbij. Glenn Bruneel zegt, mijn vijver al terug op gang zonder algen. Uh, Glen, de mijne ligt echt wel van s'morgens vroeg tot s'avonds laat in de zon. Dus met andere woorden, de algen zijn er nu al een beetje. Pas op, uh, het valt goed mee hoor. Ik kan nog perfect de bodem zien hoor. Maar ik merk wel dat er een klein beetje algen is op dit ogenblik. Chantal De Beijen vraagt, nitraattest, welke is er goed? Um, goh, eigenlijk kan je kiezen. Die van Colombo is goed, die van... Um JBL is goed, die van Cera is goed. Ik denk dat ik ze nou allemaal. Die van Tetra weet ik niet. Ik heb geen ervaring met, of niet genoeg ervaring met die testen van Tetra. Mark Verkruijzen haalde een punt aan die ik eigenlijk ook nog wil aanhalen uh, vanavond. Maar ja, het zal er dus niet van komen. Ik ben sowieso voorstander van twee potfilters. Het mag dan wel eens uh, fout lopen of defect of eender wat. Inderdaad, ik ben er ook absoluut voorstander van. Liever um, twee kleinere potfilters dan één grotere. Met als extra voordeel dat je beurt om beurt kunt een onderhoud gaan plegen. Um, dus ik ben er ook voorstander van. Niet alleen uh, bij defecten, maar ook um, stel dat je twee... Ach, klein momentje hoor. Ik hoor bijna mezelf niet praten van het gesnurk van de hond. Um, niet alleen als het fout loopt, kan je er iets mee gaan doen met je um, extra filter, maar je kunt ook bijvoorbeeld op momenten, na medicijnbehandeling, bijvoorbeeld, kan je gaan zeggen van ik ga één filter gebruiken biologisch, één filter gaan gebruiken om actieve kool in te steken. Dus op dat ogenblik is het heel handig. Glenn Bruniel, heb jij UV-lamp? Ja, ik ben fel voorstander van UV-lampen op een aquarium, absoluut. Op elk aquarium. <laughs> Mark zegt, ik denk zomaar dat 20% van aquariumhouders Mark giet. Ja, oké. Okay. Zou kunnen. Het is een veel voorkomende naam, he. Goed, mensen. Aangezien ik niet kunnen verder doen hebben met mijn content, um, morgenavond is er gewoon opnieuw livestream. Um, denk ik. Ja, morgenavond is er gewoon opnieuw livestream. Het vervolg van filtering. Ik hoop dat ik dan de rest van mijn verhaal kan doen. Vooral iets meer uh, zou ik willen ingaan op het verschil tussen een potfilter en een bioloog. De voordelen van potfilters, de voordelen van biologen. En een hele belangrijke misschien. Ik ga jullie morgen een systeem tonen hoe jullie met de standaard aquariumkasten, dus met een deurtje links, een deurtje rechts en een kast in de midden, hoe je daar een bioloog kunt gaan inmaken. Met andere woorden, ook uh, een standaard aquariummeubel kan je gaan gebruiken om een bioloog in te plaatsen. Maar dus zou ik dat dan wel eerst doen um, door het verschil tussen een potfilter en een bioloog te gaan uitleggen. De voordelen van de potfilters, de voordelen van de uh, biologen. Glenn Bruneel, heb ik een UV-lamp op mijn vijver? Nee, hoef ik niet, is niet nodig. In dat geval, ik zit ook wel met ondercapaciteit, maar ik vond het stel dat je het had over die algen. En voor die algen heb ik het niet, want het is totaal niet nodig, ik heb geen algen. Jaco vraagt: Heeft dat dan geen invloed op de waterwaardes, Twee filters. Um, het zal alleen maar positieve invloed zijn. Dus zeker en vast geen negatieve uh, invloed. Tom de Boer heeft drie filters: eentje met nitraathars. Hij um, ja, heeft uh, twee filters dus en eentje met nitraatfosfaathars. Uh, het zogenaamde M600-hars. Um, ik ben nu aan het twijfelen wat hij die gewonnen had of dat hij die gekocht had. Weet ik niet meer. Um, ik denk dat hij die gewonnen had. Maar goed, de 3-2. Ja, Jurre, absoluut. Um, heel veel mensen willen heel graag een bioloog, maar willen het, uh, ja, of kunnen niet anders dan bij het uh, bestaande meubel te blijven. Ik ga jullie gewoon morgen een oplossing geven. Jarno Meenders. is een bioloog goed voor discus? Ja, maar een potfilter kan dat ook zijn. Um, ik ben er dus helaas niet aan toegeraakt om dat allemaal te gaan vertellen. Ik heb nog heel even tijd, dus dat gaan we gewoon doen. Bij een discus moet je gewoon geen rekening houden dat hele sterke vervuilers zijn. Hoe sterker de vervuilers zijn, hoe meer biologisch materiaal dat je nodig hebt. Nogmaals, een, een overdreven hoeveelheid is ook totaal zinloos. Dit gezegd zijnde, is het heel vaak zo dat een potfilter niet voldoende is voor discus. Er zijn potfilters die meer dan genoeg capaciteit hebben en dergelijke meer, <coughs> maar meestal Maar meestal is het zo dat een bioloog bij discus, bij maanvissen, bij goudvissen beter is. Niet moeten, maar beter. Elvira Dekker, maak er gewoonte van om altijd te laten komen. <laughs> Sorry Elvira, binnen dit en vier minuten is de livestream gedaan, dus ik vrees dat ik weer hetzelfde ga moeten zeggen, als ik al een paar keer gezegd heb, morgen, of terugkijken naar de replay, en morgen om 7.30 uur ben ik er. Ik vond dat je nog aan het werk zit dan, uh, maar daarom bestaan de replays er. Dus het spijt me waarschijnlijk, maar zo heel lang gaat het niet meer duren. <clears throat> Stefan De Beye, is het verstandig om een potfilter te vervangen voor bioloog? Stefan, en u, door bioloog, uh, in uw geval, discus. Ja, absoluut. Moeten, het kan ook zonder hoor. Morgen, uh, ook om half acht. Morgen livestream om half acht, waarschijnlijk ook tot half negen. Guido zegt, het beste wordt altijd voor het einde bewaard. Heb je het nu op Elvira? Uh, ik hoop het, of hebt het op jezelf? Dat zou nogal uh, heel um, hoogdunkend van jezelf zijn. Dus we gaan het maar uh, doorschrijven op Elvira, denk ik. Tammy's Place, um, twee padfilters is toch ook goed voor extra stroming, indien je dat nodig hebt? Stroming is een thema die ik morgen in de livestream zeker en vast aanhaal. Het is evenzeer zo dat je te veel biologisch materiaal kunt hebben, dus een te groot filter kunt hebben, als dat je te veel of te weinig stroming kunt hebben. Meestal uh, is het te veel stroming. Waarom? Omdat de mensen zich uh, stierlijk vergissen in het verschil tussen stroming uh, en debiet. Debit staat niet gelijk aan stroming. Dus het is een... een, een JBL 1, 1901, 1901 geeft, als ik me niet vergis, 1800 liter per uur debiet. Een 1501 geeft 1500 liter debiet. Het kan zijn, kan perfect zijn, dat die 1500 meer stroming geeft dan de 1900. Hoewel de 1900 meer debiet heeft dan de 1500. Dat is een heel belangrijk item. Eén voor je vissen, maar Twee ook voor uw uh, filterbacteriën. Dus met andere woorden, uh, stroming, debiet, een heel belangrijk thema, waar dat er ook weer heel veel uh, fouten tegen gemaakt worden, net als die sumpbioloog. Die sumpbioloog is eigenlijk niet zo ernstig. Dat zijn gewoon mensen die de verkeerde benaming gebruiken. We weten allemaal, wat ze, of bijna allemaal, wat, wat dat ze bedoelen. Ze hebben het over een glazen bak onder hun aquarium. Stroming en debiet is totaal anders. Dat wordt ook heel vaak door elkaar gebruikt, maar kan, uh, ik kan niet zeggen niet vast zijn voor je uh, ecosysteem, maar de verkeerde interpretatie daarvan kan wel uh, nadelig zijn ervoor. Dus met andere woorden, morgen zeker kijken naar de livestream, dat verschil, of naar de replay ervan. Um, het is zo dat het... Um, Morgen eigenlijk nog belangrijker wordt. Dus ik ga morgen proberen de rest van vandaag te geven. Poging tot. En um, ook nog extra natuurlijk. Pieter Zweld, um, goeie avond. Je zit eigenlijk net te laat, want ik was zo stilaan van plan om te beginnen afsluiten. Het spijt me verschrikkelijk. In de loop van de avond of naar morgen vroeg zal YouTube de hele livestream verwerkt hebben en zal de replay um, beschikbaar zijn. Dus kijk er zeker en vast naar. Morgen om uh, half acht komt het vervolg van vandaag. Morgen kan je niet komen, Elvira. Ja, goed, vandaag zijn het er ook maar laat geweest. Dus uh, kijk gewoon naar de replay. Ik laat heel bewust, want je kunt dat dus wel degelijk uitschakelen, dat de replay niet beschikbaar is. Dus voor de mensen die... Er zijn heel veel YouTubers die zeggen van, je moest maar zorgen dat je op de live werd. Uh, ik doe dat niet. Ik vind achteraf met die informatie gewoon netjes beschikbaar blijven voor de mensen die ze willen, nodig hebben en dergelijke meer. Dus uh, van mij komt altijd stevast de replay uh, online, behalve natuurlijk van de Patreon-livestreams. Wat dat eigenlijk al veel te lang geleden is om goed te zijn. Maar ik vind het gewoon een tijd niet. Misschien dit weekend. Het zou kunnen gebeuren dat ik dit weekend een Patreon-livestream doe. Het kan zijn dat ik zaterdag namiddag vrij heb. Ben. We zien wel dus beste mensen we gaan morgenavond gewoon om um, half acht verder met de livestream over filtering ik zou het voor vandaag bij uh, dit deel van de filtering uh, willen houden morgen half acht gaan we gewoon verder in deel 2 daar kan je naar het premium aquarium clubje gaan daar kan je abonneren deze video wordt um, is de laatste video die ik online geplaatst heb, en deze video wordt aangeraden tot YouTube. Ik hoop jullie morgen te mogen zien tijdens de livestream en ik wens jullie nog een fantastische avond toe. Dag.